Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Piku Niku is het spel dat je hier ziet. Ik heb niet echt een idee wat het is. Het schijnt heel leuk te zijn. Op Twitch was het heel populair. Ik ga kijken of het misschien leuk is om te streamen een keer. Ik heb hem net al een keer opgestart, maar het geluid stond toen zo belachelijk hard dat ik het opnieuw heb moeten doen. Dus ik ga nu ook meteen maar even naar de settings toe. En wij gaan even kijken. De muziek gaat even een heel stuk zachter. Dit gaat ook even een heel stuk zachter, want het was echt... Nou, ik wist niet wat me overkwam, zo hard was het. Het was echt belachelijk. Wij gaan een adventure doen. En het spel ziet eruit alsof er grappige poppetjes in zitten. Nou, laten we eens gaan kijken wat het doet. Hallo? Hallo? Ah, oké. Okay. Psst. Oké, okay, ik moet op Z drukken. Kom dichterbij. Oké, okay, we komen dichterbij. Wow. Ik ga je iets geven. Wat ga je me geven? Raad eens. Nou, weet je, ik ga het gewoon zeggen wat het is. Hij gaat me geld geven. Dat heb ik net namelijk al gezien. Wow, een gezicht. Gratis geld. Woehoe. Yep. Gratis geld gaat hij me geven. Ja, je hebt het goed gehoord. Ik ga je gratis geld geven. Voor niks. Helemaal gratis. Gratis geld. Woehoe. Laat me vertellen hoe het werkt. Oké, okay. Hoe werkt het? Ik heb bruine wolken. Ik heb waarschijnlijk veel rommel in mijn stad en die gaat me ruimte innemen. Ik ga hem de ruimte geven. Hij gaat mijn robot sturen en die gaat alle rommel ophalen. Ik hoef er niks voor te doen. Dat is niet. Ik zit helemaal niks in als hij mij rommel ophaalt. Waarschijnlijk kom ik er slecht vanaf, maar oké. Okay. Hé, hij gaat me zelfs geld ervoor geven. Gratis geld. Nou, is dat niet mooi? Ik vertrouw je niet. Nee, ik vertrouw je voor geen meter. Ik moet hem vertrouwen. Het is gratis geld. Zie je? Ik heb het je verteld. Ik geloof er dus helemaal niks van dat dit gratis geld is. Dus de volgende keer dat je mijn of mijn grote robot ziet vliegen, moet ik ze gewoon rustig laten werken. En ik word rijk. Sure, sure. Ik geloof er helemaal niks van. Ik ben perfect. Hij, volgens mij, probeert hem een loer te draaien. Maar, ik weet het niet. Een betere wereld verwacht. Wordt verwacht. Op. Wakker worden. Oké, hoe word ik wakker? Hoe moet ik sturen? Hallo, weer de zet. Ah, cool. Je bent eindelijk wakker. Plonk. Gaat er een druppel. Kan ik bewegen? Weet ik niet. Ik kan nog niet bewegen. Oh ja, pijltjes toetsen beweging. Woehoe, ik heb benen. Chill. Ik heb benen. En ik kan springen. Ik kan springen. Ik kan springen en ik heb benen zet. Ik heb, sorry dat ik je wakker heb gemaakt, maar ik heb onwijs lang geslapen blijkbaar. Het is tijd voor wat frisse lucht. Wie ben jij? Ik ben een spook. Ja, dat zag ik, maar wie ben je dat je me dit komt doen? Ik moet een manier eruit vinden. Het is gevaarlijk om alleen te gaan. Neem dit. Hey, dat komt uit Zelda. Dat hebben ze uit Zelda geript. It's dangerous outside. Take this. For my full moral support. Oké, ik heb zijn morele steun. Handig. Hij is een spook. Ik heb niet veel om je te geven. Oké. Even kijken. Nou, wij lopen. Een steen. Weet je? Nee. Hopla. Het poppetje ziet er grappig uit. We gaan de andere kant op. Zo. Dit ziet er een stuk makkelijker uit dan door een of andere prut te lopen. Kijk, nu ben ik ook aan de andere kant. Laten we eens teruggaan. Ja, zie je? Veel simpeler. Stenen. Oh, cool. Ja, spook. Wat heb je te zeggen? Oh, deze grote rots lijkt een beetje breekbaar. Misschien kan ik hem schoppen. Oké. Okay. Als je me vertelt hoe ik moet schoppen... Ja, nee. Bonk. Ik weet niet hoe ik moet schoppen. Wow, wow. Nasty. Oké. Hoe schop ik dan? Oh, misschien met de Z. Nee. Weet je, we gaan gewoon even kijken hier bij de settings. Misschien mis ik wat. Controls. Even kijken. Kick is C. Ah, kijk. Zie je, dit had ik natuurlijk wel moeten weten.
C, Z en X. Dialoog is Z, roll is X en C. Oké, ik kan de controller doen. Misschien moet ik volgende keer ga ik het denk ik... Oké, dit is rollen. Oké. Zo schoppen we dus. Ja, zie je, dus daarom moet je soms wel gewoon even de handleiding lezen. Maar met het toetsenbord is het nu nog wel even relaxed. Dit is een bouncy bouncer. Boing. Kijk, die kan ik extra hoog. Woe. Oh, dat vind ik. Is dat een beetje leuk gedaan, dat taal? Mwah. Zo. Wow, dan gaan we weer omhoog hierop. Ik weet nog steeds niet wat ik nou eigenlijk moet doen in dit spel. Laten we eens gaan kijken. Oh, daar is het weer. Daar is er weer een spook. Ponk, ponk. Zo. De rots getrapt. Oké. Hopla. Hopla, hopla, hopla. Weg, weg, weg. We gaan naar een spook toe. Ja. Oké. Wees voorzichtig, de grond gaat makkelijk kapot. Dus weet je wat, dan ga ik er gewoon niet op staan. Oké, ik moet erop staan. Maar ik ben zo snel, dat maakt niet uit. We gaan gewoon via de bovenkant. Ik denk dat je goed... ik moet voorzichtig zijn. Doei doei, op naar boven, naar de bovenwereld. We stuiteren. Ik weet nog niet wat ik ervan vind. Dit is een bijzonder spel, tot nu toe. Vind een weg naar buiten. Hup, zo, ik ben buiten. Waar ben ik? Ja, als ik dat eens wist. Hup, weg met die steen. Waarschuwing. Niet deze deur open. Openen. Oké. Het beest slaapt. Ja, maar dat was ik. Hè. Het gaat om deze deur. Dus die moest niet open. Dus ik ben het beest blijkbaar. Ik ben heel gevaarlijk. Oké. Cool. Ik ben een gevaarlijk beest, zoals jullie kunnen zien. Oké, wat is dit? Z. Nee, niks. Boing. Dit is leuk, paardenbloemen. Ik heb hier iets nodig, ik weet niet wat. Een kandelaar. Het lijkt erop alsof het een kandelaar is. Kan ik hier zo de berg afrollen? Yep. Woep-die-doe. Boing. Ik kon hier... Secret! Gotcha. Ik heb een secret hideout gevonden. En, een C. Oké. Wow. Wat is dat? Wie is dat? Dit is een kakkerlak. Ik zeg het is een kakkerlak. Lieve heersbeestje. Misschien geen kakkerlak. Ja, oké. En nu? Oh, secret spotted. Ik heb geen idee waarom ik een blauw beestje heb vrijgemaakt. Hop, ga weg. Weet je, hier beneden onderaan de heuvel staat echt een onwijs vriendelijk persoon. En die heb ik nu dus echt bedolven met allemaal stenen. Boing. Boing. Daarboven is een gras. Een praten met de vogel. Goedemorgen. Goedemorgen. What up? Ik weet niet wat er aan de hand is. Hoi. Hallo. What up? Kan ik hier iets doen? Kan ik je een schop geven? Nee. Ben jij iets meer spraakzaam? Hey, hoe gaat-ie? Bye, hoe gaat-ie? Sure. Goed, goed. Ik ben aan het relaxen in het veld. Hoe zit het met de... vogelverschrikker? Echt waar? Serieus? Meen je dat? Hij ziet er banger uit dan ik. Oké. Cool. Chillen. Hebben we al gehad. Hier beneden. Ik moet nou echt met elke vogel gaan praten? Ik hoop het niet, want dat vind ik echt te saai. Hoi. Ja, cool. Bouncy bounce naar boven. Maar hier is niks te doen. Het is wel een makkelijk spel tot nu toe. Er zijn maar drie... Oh! Wow. Er zijn maar drie controls. Ik ben er niet, komt later terug. Ik zocht je ook niet, dus... we gaan naar de overkant. Oh! Dat was vast niet de bedoeling. Whatever. Ik ga gewoon door het water. Frisse duik. Net lang in de grot gezeten, even gewassen. What? Ik zweer dat je... Ik hoorde lawaai. Uit het veld komen? Ja, nee, het zijn waarschijnlijk de vogels. Maak je geen zorgen. Ik weet het niet. Het klonk redelijk snappy. Snappy? Wat is snappy? Like, zoals... het geluid van het beest om je op te komen eten. Ja, ik ben het beest. Daar zijn we al achter. Psh. Daar moet je geen grappen over maken.
Het kan in het veld verschuilen om ieder moment om ons te bespringen. Oké, okay. Hey, relax. Niemand heeft het beest ooit gezien. Het bestaat waarschijnlijk niet eens. Laten we terug naar het dorp gaan. Weten zij veel dat ik het beest ben? Ik ben een onwijs gevaarlijk beest met een ronddraaiend hoofd. Hé, het beest. Ze hebben meteen door. Het is het beest. Ha! Doe iets. What? Wait, wow. Dat is niet chill. En toen ben ik gevangen genomen. Relax, ik ben net vrij. En dan zit ik alweer in mijn kooi. Oké, nee, dit volgen jullie wel. Nog meer bang. Hij ziet er helemaal niet gevaarlijk uit. Ik dacht dat hij groter zou zijn. Maar hij heeft onze brug kapot gemaakt. Beest! Waarom ben je hier? Ik ga ze allemaal opeten gewoon. Wow. Huh? Maar je hebt helemaal geen mond. Oké, even serieus. Als ik geen mond heb, hoe kan ik dan praten? Ja, heb je daar al over nagedacht? Zij hebben ook geen mond. Ik begrijp het niet. Oh, ze hebben wel een mond. Je ziet er niet heel erg eng uit. Niet beledigend, maar moet jij niet groot en gigantisch en sterk zijn? Wat moet ik zijn? Dat is raar. Ik denk dat we hem vrij moeten laten. Ja, ik denk niet dat hij een bedreiging is. Hij ziet er helemaal niet als een beest uit. Oké, we gaan je vrij laten. Oké, laat mij vrij. Maar je hebt nog steeds onze brug kapot gemaakt. Als we je vrij laten, ga je het dan helpen? Makelijk? Even kijken, kan ik nee zeggen? No way, ik ga echt niet helpen. Huh? Oké, dan. Oh, we moeten je in de kooi houden. Oké. Wil ik met de brug? Oké, ik zie wat ik kan doen. Dat moet. Geen grappen. Ja, ik ga ze schoppen. Hey, nee. Ik zou jullie helpen met het repareren. Niet ik zou hem voor je repareren. Hier. Weg jij. Weg. Niet cool. Ja, weet je wat ook niet cool is? Dat ik een brug moet repareren voor jullie. Waarvan ik zei dat ik jullie zou helpen om hem te repareren. Weet je, even serieus. Dat is gewoon niet relaxed van jullie. Oké, de deur moest dicht zijn wanneer het beest er is. Boink. Hier. Oké, als hij zijn ogen dicht heeft, zie ik eruit als een beest. Whatever. Stop, it hurts. Ga dan van mijn hoofd af. Oké, ja. Weet je, Huppla, van mijn hoofd af. Uh-oh. Nou, ik kan zwemmen, dat scheelt. Relax, ik kan zwemmen. Wow, we hebben iets gevonden. Appels. Oh, die moeten erin. Er moeten appels in. Er moeten 3 appels in. Ik heb geen appels. Even kijken. Ik moet zeggen dat het eigenlijk wel een leuk spel is. Dus ik denk dat we hier wel een keer een stream mee kunnen vullen. Denken jullie niet? Dat is denk ik wel mogelijk. Weer wat anders dan Roblox. Misschien doe ik deze dan door de week of zo. Ook wel relaxed dat ze me een emmer geven, zodat ik naar beneden kan. Zo, chill. Daar zijn we dan weer. Rollen. Oh, kan ik hier eens mee? Bonk. Nee. Hier is weer het boing. Waarom volgt die vlieg mij de hele tijd, mensen? Iemand, een spin. Yeah, oké, what up? Spin. Oh, hallo. Waarom heb je me wakker gemaakt? Weet ik veel waarom ik je wakker heb gemaakt. Jij zit die lawaai in die boom te maken. Even kijken, ik moet die brug repareren. Yep. Heb jij die brug gebroken? No. Nou, nee. Nou ja. Als ik een spin was, wat ik ben, zou ik hem waarschijnlijk voor je kunnen repareren met mijn spinnenweb. Oké. Maar jij bent dat niet. Dus succes. Hier, opzouten. Nooit meer doen. Nou, weet je, misschien moet je gewoon even wat vriendelijker zijn volgende keer. Als ik, nee, ik zal dat ook niet meer doen. Doei. Tot de brug
gemaakt. Kijk wat ze nu in de dorp komen vinden. Het beest heeft de brug gerepareerd. Waarom is hij daar zo bang van? Nog meer gebabbel. Je hebt de brug gerepareerd. Woehoe. We zijn je een verontschuldiging schuldig. We dachten dat jij een wreed monster was, maar je lijkt redelijk oké. Bedankt. Je mag zo lang blijven als je wilt in ons dorp. Ik denk dat onze schilder met iets worstelt. Misschien kan jij kijken wat er aan de hand is. Moet ik een schilder gaan helpen? Go talk to the painter. Ga met de schilder praten. Wij gaan met de schilder praten. Even niet in de put vallen. C. Oh, wauw. Ik kan nu wel een gebouw in, want ik heb de brug gerepareerd. Hoe dit? Wie is dit? Hey. Oh, hey, hallo. Wat doe je? Ik krijg fantastische benen voor de basekick kampioenschap. Ik weet niet wat een baskick is. Is dat een vis? Misschien een bass is een vis, maar een bas kan misschien ook een basgitaar zijn. Laten we vragen wat het is. Ik weet niet wat een baskick is. Het is de lokale sport. Iemand naast de molen weet wat het is. Waar ben ik? Ik ben in de oude molen. We maken hier van alles. Maar sinds een Sunshine Incorporated de robotten hebben allemaal gepakt. We gebruiken het niet meer. Ze geven gratis geld. Oké. Bye. Doei. Oh, basekick. Ik zie dat het is... waarschijnlijk moeten we meloenen rond gaan schoppen. En ik ben onwijs goed in schoppen. Oh, hier moet ik zijn. Dat zien we. Ik ben alleen maar twee benen. Dus wie kan er nou beter schoppen dan ik? Niemand kan er beter schoppen dan ik. De winkel. Iemand die rondstuitert. En even kijken. Nou, we gaan even kijken met hem. Het laatste babbel. De robotten moeten niet lang komen voor ze komen. Oké. Hier dan in. We gaan even hier checken. Deze persoon was er net nog bang voor mij. Wat zeg je? Basekick Championship. Woehoe. Oké. Oké dan. Ik ben net zo enthousiast als hij. Misschien... kom ik hier om je uit te dagen? Ja! Game on! Oké dan, ik ga hem uitdagen. Ik heb geen idee wat ik ga doen. Maar dat maakt niet uit, ik moet gewoon op C drukken. Ik zei het toch, we gaan een watermeloen schoppen. Oké. Ik moet de watermeloen in het basketballen. We gaan gewoon basketballen met een watermeloen. Ja hoor. Sure, tuurlijk. Oké, laten we gaan. Ik druk op C. Boing, hier. Nee, dat is de verkeerde kant op. Nee, dat is mijn eigen doelpunt, mensen. Kom op. Hij mag gewoon... Wordt de bal niet opnieuw uitgenomen? Hoi. Ja, ga er maar doorheen. Nee, dat is weer de verkeerde... Dat is de verkeerde kant. Hier. Ga maar weg. Oké. Ik sta 2-0 achter. Yep. Boom. 2-1. 2-1. Kom op. Daar gaan we. Up. En daar het volgende punt. Nee, geen volgende punt. Daar. Up. Nee, de verkeerde kant. Alweer de verkeerde kant op. Oké, dit is niet... Nee. Oh, verloren. Dat is niet relaxed. Maar ik weet nu wel wat een basekick kampioenschap is. En... met wat oefenen ga ik iedereen... Ja, je hebt gewonnen. Ik heb wel één keer gescoord, ja. Basekick. Ik weet niet of basekick het beste sport. Oké, laatst... Ja, hij is de kampioen. Niemand heeft hem ooit verslagen. Nee. Doei. Ik ga weer weg. Maar ik weet niet wat basekick is. Is cool. Oh, zag je dat op de achtergrond? Ik ga even naar de achtergrond. Zag jullie dat detail? Dit monster, dat ben ik. Dat zwarte monster hier, kijk. Die. Deze, kijk, je ziet het al. Ik ben rood en alleen hij is zwart met spikies. Kan ik in zijn bed een dutje doen? Boing, boing. Nee, ik kan niet naar zijn bed gaan. Nou. Cool. Daar is een camera. Daar is de kooi waar ik in zat. Voel ik me nog steeds onprettig bij. Ga weg. Ga weg. Why? Omdat je in de weg staat. Dankjewel voor het repareren van de bricks. Nadat je hem gebroken hebt. Ik weet niet of ik moet bedanken. Een gewiddelde bedank. Oké, whatever.
Hé, ik kan op het gebouw staan. Relax, een brievenbus. En een appel. Ik had een appel nodig. Ja, een appel. Hoorde je dat? Dat was de computer die zei een appel. Ze kunnen dus wel praten. Een winkel. Boing, 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 boing. Boing. Ja, dat wist ik al. Dat dacht ik al. Ik ga je eraf schoppen. Heb ik dus spullen gezien in de toywinkel? Nee, boing. Hahaha. Ja, ik moet me wel een beetje beestachtig gedragen natuurlijk. Wat is hier allemaal? Wat gebeurt als ik naar beneden val? Er is geen beneden om te vallen. Zat ik even naast? Oh, weet je, ik denk dat er hier een geheime doorgang is. Tada! Zo, en nog een geheime doorgang. Veel geheime doorgangen. Wow, sorry! Woeps! Yep, sorry. Eerst maak ik je deur kapot en dan... Ja, vriendin is een thee. Oh, ik moet verstoppertje met hem spelen. Probeer hem te vinden. What? Find the hidden rock. Oké. Ik hoop niet hier binnen. Nou, laten we eens gaan kijken. Waar kunnen wij een... Oh, wacht even. Dit werkt zo. Boink. Hé, kijk. Daar is de steen. Nee, dat is niet de steen. Even serieus, hoe moet ik hier een steen gaan vinden dan? In zijn huis of... C. We zijn binnen. Ik zie hier allemaal schilderijen. Ik kan hier naar... Ik kan hier niet naar links. Ik kan hier niet naar rechts. Dan zal hij buiten zijn. Weet je... Wij gaan dat gewoon een andere keer doen. Ik vind... Dit is een cool spel. Ik vind hem leuk. Wij gaan gewoon... Ben jij de steen? Nee. Oké. Haha, ik heb je gevonden. Tsching. Haha, ik heb je gevonden. Nog een keer. Nee. Moet dat echt? Oh, dan ga ik in huis en ik wilde die steen een schop geven. Hey, hallo. Ik ga weer weg. Andere keer gaan wij weer babbelen. Hoe is het spel? Het spel is grappig. Het spel is grappig. Ik weet nog niet wat ik ben, wat ik moet doen en waarom ik het allemaal doe. Het ziet er leuk uit. Lekker simplistisch. Leuke kleurtjes wel. Oké. Ik ga op jouw hoofd springen. Of ik ga niet op jouw hoofd springen. Ik wil op zijn hoofd springen. Hier is een steen. Hier lag eerst geen steen. Zo. Nee. Kom op. Haha, ik heb je gevonden. Nog een keer. Ik wil niet naar binnen. Hoe vaak ga ik een steen moeten zoeken? Ja, ik was hier al. Ik weet nu wat het de base kick event is. Maar wij gaan nu even kijken of wij een steen kunnen vinden. Roll. Zo. Bounce, bounce. Ik denk wel dat die steen nog wel in het... Nou, we gaan niet zo ver daarheen. Dat is niet de bedoeling. Laatste steen, mensen. Laatste steen. Wee. Ik heb wel lange benen. Hoe kan ik nou die base kick event hebben verloren met zulke lange benen? Kan je toch niet begrijpen? Dat is toch ongelooflijk. Oh, nu kan ik erin. Zo. Nee, dat is hem niet. Ik ga nog niet de winkel in. Een beetje spannend houden voor als ik de volgende keer stream. Dus hier beneden een steen. Ja, hier is nu een steen, hè? Maar die steen die hebben we al gehad. Ja, die hebben we al gehad. Daar is een steen. Maar ja, dat was hem ook niet. Ja, oké. Nee, ik wil niet weer naar beneden. Nou, misschien ligt er hier nu een steen. Nope, hier ligt geen steen. Kijk, dat ding is dicht. Gaan we toch naar boven moeten. Kan ik hier opstaan? Nope, kan ik hier niet opstaan. Ja.
Oké, we zijn dus aan het zoeken naar een steen. Terwijl ik een Pikuniku ben. Ben ik een Pikuniku? Ik ben het beest. Ik ben geen Pikuniku. Even kijken. Wat is hier? Hier is ook geen... Hoe kom ik daar bovenop? Laten we eens gaan kijken hoe wij daar komen. Want wij zijn... Oh, ik weet al hoe ik daar kom. Boing. Hier zijn we ook al geweest. Maar hier zie ik geen steen. Nou, stenen die zijn altijd onwijs oud. Dus dat betekent dat ze onwijs veel geduld hebben. En met dat geduld houdt het ook in dat ik... Oh, wacht even. Misschien zit hij hier. Wee! Ik kan in ieder geval even één appel hier brengen. Ja, een appel. Uh-oh. Ja, we hebben er nu één. Ik heb niet genoeg appels. Maar ik heb wel genoeg opgenomen, denk ik, van het verhaal. Om te laten zien wat voor soort spel het is. Of dit leuk is. En het is leuk. We gaan hem denk ik ook gewoon een keer streamen. Dan hebben we gewoon even wat meer tijd. Dan kunnen we gewoon relaxed chillen. Het wordt dan denk ik een door de weekse stream. Of misschien ga ik hem in plaats van streamen gewoon zo blijven filmen. Dat we het op deze manier uitspelen. Het wordt tijd dat ik wat spellen uit ga spelen. En dit lijkt mij een goeie. Ik zou zeggen in ieder geval dankjewel voor het kijken. Dit was Pikuniku. Het was een game op mijn kanaal. Tot de volgende keer. En doei doei.